Helemaal welkom terug bij een nieuwe Gummy Japan Tuesday. De eerste weer na de zomerstop en ik mag lekker beginnen. Ik ben Yvonne en ik schaam me mateloos, maar mijn werkblad gaat er steeds rotter uitzien. Dat moet ik echt een keertje goed ontlijnen. Maar ik ga dus vandaag weer even een klein projectje met jullie maken. En ik wil jullie eerst even laten zien, want er zijn heel veel nieuwe standjes binnengekomen. En ik had ook al een foto geplaatst op de groep. Even kijken wat er allemaal binnen is gekomen. Kijk, dit is wat ik heb gekregen. Dit is wat er binnen is gekomen. Dit is een soort landkaartstempel. Vind ik echt super leuk. Ik heb een klein vlagje. Dat is de banner. Een kerstboompje. Dit zijn kerstballetjes. Die zijn de ronde. En dit zijn een beetje ovaaltjes. Echt ook super schattig. En deze vind ik echt heel mooi. Een hele mooie ijsster, sneeuwvlok. Ik laat de nummers even zien. Dus als je wil weten welke nummer dat het is, dan kan je hem even op pauze zetten. Dit zijn inimini kleine kerstboompjes. Dat is echt leuk voor als achtergrondje te gebruiken. En deze is echt super, super, super leuk. Dat is dit nummer. Dit zijn rendiertjes. Een rendiertje en een hobbelpaardje. Dat is deze. Dit zijn vaasjes. Ik heb allemaal hele kleine takjes en dingetjes met en allemaal bloemetjes. Dus die kan ik dan hiermee kan ik daar inzetten. Dat is ook super leuk. Dat is gewoon een set met vazen. Deze is ook super cute. Dat zijn een soort kerstmannetjes. Tomtar heten ze. Die zijn echt super schattig. En dat is leuk in combi met deze huisjes. Kijk hoe schattig. Het zijn keramiekhuisjes. Hoe leuk is dat? En dan heb ik nog een hobbelpaard. Dat is ook heel leuk. En deze vind ik ook super leuk. Dit is een cijfer voor de slimlijn. Dus dan kan je al die cijfertjes zitten aan elkaar vast. Dat is echt super gaaf. En die hebben ze ook dus in letters. En ik moest ze natuurlijk allebei hebben. Want hoe kan je nou niet allebei nodig hebben? Dus dit is de letters. De D230806. En de 807 is de cijfers. Deze is ook super, super, super leuk. Echt leuk voor op je kerstkaarten. Onze grote sneeuwman. Hele kleine inimini lieveheersbeestjes. Echt super leuk als accentjes op je projectje. En dit is een hele kleine, wat is het? Een soort notenkraker. Ja, een notenkraker. Maar dan op zijn Zweeds, Deens. Nee, niet deze. Zweeds. En deze. Die is ook super leuk. Dat is een gat. Dan maak je een gat in je pagina met allemaal scheurtjes. Ik had ook nog wat minis meegekregen. Ik ben natuurlijk altijd een fan van de minis. Kijk, dit zijn hele kleine, wat zijn het, knoopjes of zo. Engelenvleugeltjes. Een heel klein slotje met een sleuteltje. En een doodskopje. Dus ik heb er nog meer. Daar ga ik dus ook mijn projectje mee maken. Ik ben echt flink uit mijn slof geschoten met bestellen. Ineens stond er heel veel in. En ik kon niet kiezen wat ik eruit moest halen. Dus ik heb alles maar gewoon besteld wat ik erin had gezet. Maar vandaag ga ik dus een projectje maken. Met deze. Dat is een soort een doodleblad. Hier staat het nummer. Die is echt heel leuk. Een klein hartje. Dat is een peperkoekhartje. En als je de nummertjes even wil noteren, kan je het beeld natuurlijk even op stil zetten. Dit is een maskros, noemen ze het. Maar volgens mij is dat een soort paardenbloem, zeg maar. Zo'n van die pluisjes.
Dat is dit nummer, 230835. En deze ga ik gebruiken. Dat is een soort randstansje. Dat is de, ik heb het al een beetje doorgeschud. Dat is de D230855. Ik ga de nummers ook nog even noteren bij het filmpje. Dus als je wat wil bestellen, dan kan dat natuurlijk gelijk via die link. Verder heb ik nog wat oudere stansjes gebruikt. Ik heb de kast natuurlijk met alle plankjes erin. En daar doe ik de stansjes op met die magneetjes. En dan zet ik een nummer erbij, want dan weet ik altijd welke ik heb gebruikt. Vandaag gebruik ik deze bloem. Dat is de D220488. En van deze set, de D180852, heb ik de tweede... de ene kleinste heb ik gebruikt. Die is 3,5 centimeter. Dus ik heb alles al uitgestanst op de rand na. Want anders dan zitten jullie alleen maar te kijken hoe ik aan het stansen ben. Maar ik heb een soort cadeautube gemaakt. Daar kan je natuurlijk snoepjes in doen. Maar je kan er ook geld in doen. Hè? Het is natuurlijk dicht, dus je ziet niet wat erin zit. Ja, aan de onderkant wel, maar... Dat zou ik eventueel nog af kunnen plakken. Maar dit is hem geworden. Ik heb de stansjes wat kleur gegeven. Dat ga ik zo meteen met jullie ook doen. En ik ga jullie even vertellen wat je verder nog nodig hebt. Behalve de stansjes dan. Ik heb wat kleurtjes om mijn stansjes kleur te geven. Om mijn stansjes kleur te geven. Ik heb nog een strookje van 1,5 centimeter breed. Dat is gewoon van een A4'tje. Heb ik die gebruikt. Dan heb ik dubbelzijdig tape. Die is ook 1,5 millimeter. Ik heb twee strookjes designpapier. De ene is, ze zijn allebei dezelfde maat. 8 bij 12,7. Dus dat is allebei. Ik heb het hartje uitgestanst. Het cirkeltje. De bloemetjes. En de grote bloem. En die heb ik uit witse papier gestanst. Je kan het natuurlijk ook aan een andere kleur doen. En ik heb het uit designpapier gestanst. Verder dubbelzijdig tape. Ik heb ook nog gewoon dubbelzijdig tape. Deze gebruik ik meestal. Deze is de 9 mm. Die vind ik heel fijn werken. En je hebt natuurlijk zo'n tube nodig. Je kan ook gewoon een ander klein glazen potje. Moet je alleen eventjes de omtrek zelf ommeten. En dan kan je hem ook gewoon gebruiken. Ik vond dit gewoon een leuk potje. Je kan er wat snoepjes in doen. Je kan er geld in doen. En dan heb je een leuk cadeautje om weg te geven. Goed. Eerst ga ik de bloemetjes een kleurtje geven. Ik leg er even een oud... stukjes kreppapier onder. En ik heb nu heb ik de Zig Clean Color markers, maar je kan er natuurlijk overal mee kleuren wat je wil. Ik heb ervoor gekozen om de bloemetjes wit te houden, dus de pluisjes. En alleen maar de steeltjes te verven. Of de kleuren eigenlijk. En dat doe ik niet al te netjes. Want ik vind het leuk als je een klein beetje nog witte randjes ziet. Het geeft een wat meer waterverf effect. Oh, de blaadjes moeten natuurlijk ook nog groen. En dat doe ik gewoon. Eigenlijk zonder echt op te letten of alles gekleurd is. Kijk, dan zie je gewoon nog een kleine witte stukjes. En als je het leuk vindt om hem helemaal te kleuren, be my guest. Dat mag natuurlijk ook. Je kan het ook uit designpapier of uit gewoon gekleurd papier natuurlijk stansen. En deze nog. Deze zijn klaar.
Tada. Aan de kant. Dan heb ik dat hartje nog. En dat hartje, dat doordrenk ik echt met kleur. En dit is echt gewoon hele goedkope witte papier wat ik heb gebruikt. Maar dat zorg ik echt voor dat het gewoon helemaal goed doordrenkt is. Want dan gaat hij een klein beetje vlekken. En dat zie je ook een beetje bij deze. Ja, dus dat het niet helemaal een egale kleur is. Dat geeft net even een beetje een leuke effect. Dus lekker een beetje... Zo. Die laten we even drogen. Deze kan weer aan de kant. Het cirkeltje van 3,5 centimeter heb ik ook uitgestanst uit designpapier. Die ga ik eerst even beplakken aan de achterkant met dubbelzijdig tape. We hebben natuurlijk een zaadje nodig. Zo'n zaadje kunnen we niet knippen. En deze die plak je op de dop. Deze tube is trouwens 8 bij 4,5 als ik het goed heb. Of 10 bij 4,5. Even kijken hoor. Ja, hij is 10. 10 bij 4. Nou, als je wil kan je natuurlijk ook de randjes beïnkten. Dat heb ik in dit geval niet gedaan. Ik heb nog een beetje lijm. Deze doe ik een heel klein beetje met mijn vinger achterlangs. Dat het een heel klein beetje boller is, maar niet helemaal. En dat doe ik bij deze juist wel. Dus even flink met de vinger erachterlangs, dat die blaadjes lekker bol gaan staan. Echt een beetje een 3D effect erin. Dan pak je een beetje lijm. En wat ik dan doe is hem niet helemaal op het midden leggen, maar een beetje off-center. Dus ik kijk wel waar de blaadjes horen, maar ik leg hem een beetje off-center, dus dat hij niet helemaal recht ligt. Ook wel bij de goede blaadjes leggen natuurlijk. Even kijken, ja, zo. Kijk. Dus ik laat hem een klein beetje verspringen. Zie je dat? Dus het midden is wel gelijk, maar de blaadjes die zijn een klein beetje gedraaid. Hier komt ook een beetje lijm achter. Doe maar. Mijn dop die wil niet. Maar hij heeft geen keuze. Willen jullie dat ook altijd, dat je lijm altijd helemaal gaat klonteren bij de dop? Dat heb ik altijd. Nou, kijk. Een beetje lijm erop. Deze kan dan mooi in het midden. En een beetje een leuk accentuerend stukje designpapier erop. En deze plak je hier bovenop. Maar dat doe ik nog even niet. Ik laat hem heel even drogen. Want ik ga eerst even de zijkanten bekleden. Daar heb ik voor een beetje neutrale gekozen voor de onder. Dus ik doe hem alvast even kijken. Zo. Dan komt daar dubbelzijdig tape op, de achterkant. En dat doe ik niet helemaal, hè? Dus als je gewoon 3 strookjes doet, is in principe genoeg. Zo. Knip, knip, knip. En om hem een beetje recht te leggen is het een beetje lastig natuurlijk, want je gaat natuurlijk altijd scheef. Wat ik heb gedaan is een beetje in het midden beginnen. Dus ik leg hem zo neer. Dan pak ik de tube. Dit is de bovenkant, dus ja.
En dan kijk ik een beetje door het venster heen of die recht ligt. En dan druk je hem aan. En dan kan je hem omrollen. Hij is niet helemaal pas. Maar deze komt er ook nog op. Nou heb ik dit designpapier. Wat gaat er omheen? Nou wil ik eigenlijk even iets van een penseeltje hebben of zo. Gewoon even iets ronds. En daarmee ga ik de randjes een beetje omdraaien. En dat doe ik een beetje schuin. Let erop, je bovenkant van je papier. Dit is mijn bovenkant. Dus de bovenste gedeelte, dat draai je een beetje rond. En dat doe je een beetje schuin. En zo kan weer aan de kant. Dan draai ik hem om. En dan doe ik daar ook dubbelzijdig tape op. Op de onderkant doe ik het helemaal rond. Dus van de ene kant naar de andere kant. En naar boven toe ga ik steeds een klein beetje smaller. Deze nog in het midden. Kijk, dus als je hem uitrolt, dan zie je dus dat hij niet helemaal tot de zijkanten is. Je haalt je dubbelzijdig tape eraf. Of niet je dubbelzijdig tape, alleen de folie natuurlijk. Dubbelzijdig tape moet erop blijven zitten. Anders dan plakt het niet. De achterkant, die leg je in het midden. Dus je zorgt ervoor dus dat de achterkant over dat naadje gaat. Zo. En dan vouw je hem naar de voorkant. En dat doe je ook met de andere kant. Zo, dan kan je die een beetje omdraaien. Kijk, dat is wel een heel leuk effect. Ik heb dat witte strookje van 1,5 centimeter. Daar ga ik nu eventjes dubbelzijdig tape achter doen van 15 millimeter. Dus plak lekker de hele breedte van het papier. Plak ik dubbelzijdig tape op. Dan pak ik mijn stansmachine. En dan hebben we dat randje natuurlijk nog. En ik wilde wel een sierrandje, maar ik wilde geen kantjes. Ik wil echt even deze gebruiken. Want die vond ik echt super leuk. Hoe heet die eigenlijk? Knipplat spets. Die moeten we erop komen. Goed. Deze gaan we even uitstansen. Ik leg het strookje met de dubbelzijdig tape. Zeg maar, dit is de gewone kant en hier zit de dubbelzijdig tape. Deze leg ik erop. En dan leg ik hem een beetje schuin. Dan past hij er precies op. Deze leg ik erop. Dus je stanst hem met dubbelzijdig tape aan de onderkant. Nou gaat hij een beetje lastiger omdat hij wat dikker is door de dubbelzijdig tape. Dus je moet hem even een klein beetje een zetje geven. Even opnieuw. Klein beetje naar beneden. En het lukt wel, want ik heb het er net ook gedaan. Kijk, daar gaat hij. Ik moet even een klein beetje helpen. Zo. Het leuke hiervan is dus dat het nu gewoon een sticker is geworden. En
Even kijken hoor. Nou, het meeste blijft er al in plakken. Kijk. Nu is het gewoon een stickertje. Dan heb ik nog hier en daar wat van die kleine frummeltjes erin zitten. Dus die druk ik er even uit. Als je met je vinger aan de achterkant gaat, dan plakt het er eigenlijk al een beetje tegenaan. Er zit wel je vinger onder de frummeltjes, maar het is niet anders. Het mooie hiervan is dus dat je geen lijm hoeft te gebruiken. Als je lijm gebruikt, dan krijg je nooit die hele achterkant beplakt. Vind ik altijd. Nou, deze die gaan we hier aan de onderkant plakken. En het overschot, dat knip je eraf. Even wat van mijn vingers afplukken. Plakt goed hoor, dat dubbelzijdig tape van Kimia. Zie je dat? Ik krijg het er nooit meer af. Nou, even zo. Oké, nou dit kan weg. Dan heb ik al die takjes natuurlijk. En om dat vast te plakken, doe ik een beetje lijm in een kleine streep. En dan haal ik het onderste gedeelte doorheen, door de lijm. En zo. En die ga je lekker positioneren waar dat je ze wil. Kijk, ik doe hier eentje. En omdat je hem niet helemaal in de lijm doet, steekt hij een klein beetje aan de bovenkant uit. Dus dat is echt een beetje een speels effect. Zo. Deze komt aan de buitenkant. Waar je maar wil natuurlijk. Ik heb nu 3 van elk gedaan. Ik denk dan. Dat vind ik mooier dan dat. Dat het een even getal is. Dus 3 takjes. Dan met 2 van die bloemetjes erbij. Dan zit je op 5. En dat vind ik dan net weer even wat mooier dan dat het. Ja, een even getal is. Nog een klein beetje lijm erbij voor de andere bloemen. En doe ik alleen het steeltje. En die plak je erin. En deze plak ik ietsjes hoger. En de andere een klein beetje lager. Je kan nog een klein beetje verder doorrollen. Met even meer ruimte voor je bloemetje. Deze nog een klein beetje daarheen. Zo. Als een stokje uitsteekt, dan kan je die gewoon afknippen. En dit ziet er natuurlijk niet zo mooi uit. Dus vandaar dat we dat hartje hebben. Zie je, dat is nou een beetje ook een waterverf effect. Ik heb dan wat dubbelzijdig foam tape achtergeplakt. Dit is de 3 mm geloof ik. Onthoud ik allemaal nooit. Deze is lekker dik. Het hartje komt hierop. Dan zie je die stokjes niet meer. En de afsluiting niet. En dan heb ik ook nog van die superleuke enamel dots. En daar plak ik er eentje van over het gaatje van het hartje. Zo.
Die dingen zijn echt super leuk, die enamel dots. Kijk, ik heb ze in doorzichtig en in zwart en in wit. En er zijn er nog veel meer kleurtjes, maar die zijn voor mij een beetje de gangbare. Dus die heb ik lekker op voorraad. Zo. Nou, het enige wat je dan eigenlijk nog hoeft te doen is de bloem erop te plakken. Die is ondertussen mooi kunnen drogen. Beetje in het midden natuurlijk. En als die gedroogd is, dan kan je deze nog een beetje opbollen. Hij is nog niet helemaal droog, maar kijk, hartstikke leuk. Zo heb je oud met nieuw gecombineerd. En een leuke manier om wat cadeau te geven, vind ik zelf eigenlijk wel. Ja, dus als je geld cadeau wil geven, kan je erin doen. Wat snoepjes, andere kleine dingetjes. En deze heb ik gemaakt met... moet ik even snel kijken. De Painted by the Wind van Craftaclock. En de andere heb ik gedaan van... Even kijken hoor. Ook van Craftaclock. Ik ben gek op Craftaclock. Van de Flower Fiesta. Dus deze heb ik gemaakt met de Flower Fiesta. En deze met Painted by the Wind. Kijk, het randje. Dan heb je twee verschillende. Nou, dit was hem weer. De eerste van het nieuwe seizoen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En dan zie ik graag jullie reacties tegemoet. Hele fijne dag verder en tot de volgende keer.